Tennis, vooral tennis, maar dan op de baan, maar zeker ook naast de baan. Altijd de ruimte voor een drankje te doen, ook bij activiteiten. Maar we zijn dus op dit moment ook wel heel erg aan het oriënteren op nieuwe hype, het padel natuurlijk. Waar iedereen, ja, ook denk ik vooral in de tenniswereld, ook wel echt al aan geproefd heeft. En waar je gewoon heel erg graag in mee zou willen gaan als tennisclub. Er zijn genoeg mensen hier op de club die bijvoorbeeld nu op dit moment op een andere plek padellen. Dus ja, je zou graag daarin ook weer in dat aanbod meegaan. Dus voornamelijk tennis op dit moment, maar we zijn dus echt aan het oriënteren op een stukje padel. Het is zo, we willen graag wat meerdere mogelijkheden aanbieden voor lessen. Dus meerdere avonden. En we zijn ook aan het kijken naar de mogelijkheden voor padel. Onze andere trainer heeft zijn padellicentie, dus die is gewoon gelicenseerd. Ik zelf niet, maar ik geef dan daarnaast gewoon de tennislessen. Dat loopt nog bij de gemeente. Voor nu zijn we aan het focussen op de tennis. We willen ook graag wat meer gaan aanbieden, ook richting de scholen, dus de middelbare school, de basisscholen. En zodoende hopen we ook gewoon qua ledenaantal zowel bij jeugd als bij senior wat te gaan groeien de komende tijd. De club probeert ook gemeentebreed te kijken naar een uitbreiding van sportgelegenheden. Er is ook een padelcommissie in het leven geroepen, waar ik zelf ook onderdeel van ben. Om ook te kijken van hoe kunnen we dat gaan aanpakken. En daaruit is eigenlijk ook weer een nieuw plan gekomen voor de toekomst. We zijn een sportclub, maar ook echt wel een ontmoetingsplek. Een plek waar je een drankje doet, ook gewoon een heel erg sociale plek. Lekker.